Okie Daily Challenge tijd. Het is gedaan met de gecureerde challenges. Het is tijd om weer naar niet gecureerde challenges te gaan. Nou, dat kan ik net niet lezen. Maar goed, dit is heel duidelijk IJsland. Waarom klinkt dat als iets dat ik als een keer eerder gehoord heb? Ik kan wel zeggen dat we natuurlijk niet midden op, hoe heet het? Maar dit gaat naar een vliegveld toe, of niet? Het is wel, het draait lastig omdat er een, er op de truck zitten. Zien we niet alles. Maar goed, het komt vanzelf wel op de plek dat we moeten zijn. Ja, ik ben heel nieuwsgierig naar. Even kijken. Hier zat die andere. Kijk, deze. Ik ben benieuwd of die ene naam. We zullen het zo meteen zien. Nee. Zowaar niet. Oké, gelukkig. Ik dacht echt dat hij zo vol over dingen zou heen gaan. Over IJsland. Jezus, echt. My God. Hoe weet ik dat het Jordanië is? Ik heb net dat ene bord gezien in de verte. Niet dit bord hoor, maar dat andere bord wat daar stond. Waarop ik Arabisch schrift zag staan. En, hallo. Mogen we niet verder? Dank je. De nummerborden van de auto's zijn wit. Dus eigenlijk is het dan zo goed als zeker Jordanië of heel eventueel de Palestijnse gebieden. Hotel area. Nee, dat heb ik echt geen idee. Kijk, wit. Wit, wit. Paard. Echt, hij gaat een beetje niet heel snel naar beneden. Misschien dat dit nieuwe. Oeh.
Dat is iets waar ik geen rekening mee gehouden heb. Als dit nieuwe coverage is, dan bestaat er ook een kans dat dit niet Jordanië is. Het is een kleine kans, maar het is een kans. Ik zou ook oprecht niet weten wat het dan. Sorry. Wat het dan wel zou zijn. Ik heb geen idee. Wat betreft dan de. Even kijken. Nee, dat is ook nog steeds hetzelfde schrift. Geen. Volgens mij is dat trouwens ook. Ja, dit is nieuwe coverage, denk ik, maar. We zullen zien. Ik heb. Er is misschien dan. Maar ik weet niet wat die. Het was wel. Ik weet dat de coverage in Libanon is. Maar ik heb echt geen idee hoe die eruit ziet. Nou, ik heb wel eens één keer of twee keer gekeken. Want toen kreeg ik twee keer een locatie echt. In the middle of nowhere. Dus toen was ik vrij snel klaar, zeg maar. Santo Domingo. Is dit. Ik zou bijna zeggen van niet. Santo Domingo zou me doen bedenken aan. Hoe heet het? Het is soms hè, echt. De Dominicaanse Republiek. Ja. Dit doet me meer denken aan Argentinië, Chili. Kijken of hier misschien een. Nope. Met name ook door die borden. Deze. Maar ik weet niet meer precies. Of wat. Patagonië, Argentinië. Shit. Is dat, wat is dit? Is dit de zee of is dit? Dat is eigenlijk wat ik probeer uit te vinden. Chubut. Kijk, kijk, dat scheelt al heel veel. In ieder geval de provincie. Sur-Chubut. Ik ben al iets meer geneigd om voor deze stad te kiezen. Voor het geval dat zuur betekent zuid, dat is water. Het lijkt me dat het dit of Sarmiento is dan. We gaan gewoon. Net te laat. Ik denk niet dat hij die meegepikt heeft. Ik ben al blij dat ik het uitgevonden heb. Maar. Ik wil het niet mijn verdienste noemen, zeg maar, dat ik het heel makkelijk uitgevonden heb. Is dit Rusland? Dat is namelijk het eerste wat ik denk als ik dit allemaal zie, voorlopig. Lijkt er wel op. Ja,
Boy. Altijd leuk, dit soort locaties. M21. Is dat een Oekraïense vlag? Is het Oekraïne? Ik kan me niet voorstellen dat ze in Rusland Oekraïense vlaggen. Dat is ook een ding geschilderd in het Oekraïens. Dus. Oké. Ja. Ik weet niet of ik hier compleet voor de gek ga hoor, maar. Dat is dan eerst eens even diegene die op 400 kilometer zit, probeer ik uit te vinden. BNCT. Ik heb het idee dat het zo meteen toch Rusland blijkt te zijn op een of andere manier. Nee, toch niet. Het is echt heel dicht tegen de grens met Moldavië. Ja, Moldavië aan. Want het is een pretpark-achtig iets. Eens kijken. Lijkt Spaanstalig te zijn. Ja, dat kan ik zo niet zien. Is het een dierenpark of een. Je zou het zien wel, want. Dat is een tijger. Ik denk dat ik vooral moet uitvinden waar dat deze dieren zijn, dus welk land. Oh nee, dit is. Oh wauw. Ik heb echt geen flauw idee waar dit gaat zijn voorlopig. Aurora Sur, Guatemala. Zou dat dan ook in Guatemala zelf zijn? Of Aurora Zoo, daar, kijk eens. Ha, we hebben hem gewoon nog gevonden. Helaas zijn de looppaden niet ingevuld, maar als. Laten we heel eerlijk zijn, al waren die ingevoegd, had ik het alsnog niet gevonden. Het enige wat ik misschien. Nee.
Het had eventueel kunnen als, hoe heet het? Want we zaten in de Mundo del Africa, geloof ik dat het heette. Als dat was aangegeven, maar dat is ook niet aangegeven, dus het is goed zo. Ik ben al blij dat we het gevonden hebben. Ja, heel dichtbij, maar dit zou, ja, ik kan het zeggen, dit zou gewoon goud moeten zijn. Moet je nagaan, ah, nee, want dat was een Oekraïne. Ik wilde zeggen, moet je nagaan. Goud met een Rusland ertussen, maar nee, het was een Oekraïne. Oh, dat is mijn wekker, joh. Mijn tweede wekker. Anders was ik nou nog niet wakker. Ja. Dat was het eigenlijk. Er valt vrij weinig over te zeggen. Ja. Mooi gedaan. Nou, morgen. Ik weet heel even niet hoe ik moet afsluiten. Ik ben helemaal afgeleid door die stoomwerker. Morgen is er weer een nieuwe dag met een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.